En wij gaan echt toe naar een tijdperk van disinformatie, van fake news, onware, inaccurate, misleidende informatie. Even beeld, schepje Ornstein. Ja, ik ben echt best wel bezorgd daarover. Ja. Dat niet anders. We gaan het hebben over die gelekte Amerikaanse overheidsdocumenten. Die lijken volgens deskundigen wel degelijk authentiek te zijn. En dat betekent dat de veiligheidsdiensten en het Pentagon een groot probleem hebben. Tientallen geheime documenten met daarin allerhande strategische en tactische informatie die afkomstig zouden zijn uit het Amerikaanse ministerie van Defensie, liggen op straat. Als dit waar is, is dit de meest pijnlijke informatie om prijs te geven aan een tekst. Meer precies, het gaat om foto's van documenten die een wat wonderlijke weg naar het daglicht hebben afgelegd. The first time they were made public was on a Discord channel, which is a gaming-related chat platform. Ja, wat ook wel de vraag oproept, hoe kon het dat zulke gevoelige documenten op internet in chat- en gamegroepen gedeeld werden? Dat onderzoekscollectief Bellingcat heeft de reis die de documenten over internet hebben gemaakt helemaal gereconstrueerd. En als bron komen ze dan onder andere uit bij Discord. Haroun Ali, wat is dat precies, Discord? Ja, Discord, en je hebt ook 4chan en zo. Dat zijn allemaal echt inderdaad gaming-platforms, of platforms waar veel gamers op zitten, maar ook allerlei andere, een beetje tegendraadse, anti-autoritaire types. Het zijn eigenlijk allemaal online communities die en dat, daar kan vaak ook wat meer dan bijvoorbeeld op de reguliere sociale media platformen. En ja, het is natuurlijk de vraag hoe het dan daar terecht komt. En dat blijft speculeren natuurlijk. Maar het is ook wel interessant dat het juist daar gelekt is. Want je kunt je dus ook misschien afvragen, misschien is dat met opzet gedaan. Van dan als ik het daar neerpleur, om maar zo te zeggen, is veel moeilijker te herleiden wie de oorspronkelijke persoon was die het lekte. Stel dat dat iemand intern was bij de Amerikaanse Veiligheidsdienst. En het spoor wordt zo inderdaad een beetje troebel gemaakt. Ja. En ik kan me voorstellen. Ik kan op redeneren. Want je kan ook zeggen van doordat er wel een zweem van onbetrouwbaarheid omheen hangt. Ja. Waarom ga je het nou juist daar dan? Ja, en misschien ook lekker. Juist omdat de voedingsbodem daar dus wel is. We zijn anti-autoritair of we willen graag de boel op stel te zetten. Dat het idee misschien is van daar verspreidt het ook sneller. Dan wordt het sneller gedeeld. Maar ja, dat is heel lastig. Maar het is gek genoeg ook weer niet verbazend dat het dan daar ineens opduikt. Volgens mij duiken wel raardere dingen daarop. Ik wou net zeggen, er zijn in het verleden al Pizzagate. We gaan met 4chan. Wat denk jij, is die strategie of de theorie dat het bewust geplaatst is via die kanalen? Ja, ik las ook dat het een ruzie was en dat een gamer het toen maar snel erop gezet had. Ik heb wel gelezen nu dat de Amerikanen echt in totale paniek erover zijn. En dat de generale staf echt een heel groot onderzoek is aan het starten. Want dit kon eigenlijk niet naar buiten komen. En het is wel gebeurd. En het is dus, dit is geen grapje in de zin. Nee, er is oorlogsinformatie uitgelekt. Dus er gaan heel veel mensen kunnen er in gevaar komen. Bijvoorbeeld dat er te weinig munitie voor het Oekraïnse leger is. Te weinig raketten. En wat mij hier heel erg aan verontrust is vooral, hoe moet de journalistiek hier nou mee omgaan? Ik denk dat we echt heel voorzichtig moeten zijn met dit zomaar even te publiceren. Er zal veel meer samenwerking tussen media die er al is natuurlijk, want vaak zijn het onderzoekscollectieven. Zo'n Bellingcat is natuurlijk ook een samenraapsel van heel veel mensen. Ja, precies. Mee. Ja. En dat zijn goede trends. En we ontkomen er niet aan om dat verder uit te breiden en ook te begrijpen dat je hiervoor echt hele gespecialiseerde journalisten nodig hebt, die daar ook toe opgeleid worden om fake news, maar misschien hebben we het er nog over, van echt nieuws te onderscheiden. Want mogelijk is, hè? Want dat is natuurlijk ook de deskundige die bijvoorbeeld gisteravond ook weer bij Nieuwsuur hoorde. Ja, die zeggen ook van er zit een grote mate van authenticiteit in. Tegelijkertijd hoor je natuurlijk ook weer dat er over documenten mogelijk wel in dingen veranderd zijn. Als het gaat om Russische schade die verminderd is, Oekraïnse schade die ze juist wat opgekrikt hebben. Dus ja. De BBC had via een of andere methode ontdekt, dus dat er gewoon verkeerde slachtofferaantallen stonden bij de Russen en de Oekraïners. Zeiden er zit tenminste één fout in. En wij gaan echt toe naar een tijdperk van disinformatie, van fake news, onware, inaccurate, misleidende informatie. Even beeld, schepje Ornstein. Ja, ik ben echt best wel bezorgd daarover. Ja. Omdat je kunt met fotomanipulatie, daar heb je ook een woord voor, deepfake. Je kan
zoveel trucjes uithalen. Ook met zogenaamd een screenshot of een, of een foto maken van een document. En we zullen extra alert moeten zijn. Dat is wel een beetje verontrustend. Nou ja, je afhankelijk. Ben je ook afhankelijk, Haroun Ali, neem ik aan, van wel deskundigen, veiligheidsdeskundigen die aangeven, die helemaal into die veiligheidsdiensten zijn. Van ja, wat lezen we hier? Wat zien we hier? Precies, wat klopt ervan? Dat is ook in dit geval zo lastig. Want je kan dus van die hele reeks documenten bijvoorbeeld met allerlei expertise stellen van, nou, die zijn echt. Hè, daar kunnen we met een hele grote zekerheid zeggen dat die kloppen. Maar er hoeft dus maar één getal in te zitten wat omgeswitcht is, wat in dit geval zo is. Ja. Waardoor je weer aan alles gaat twijfelen. Het maakt dus dan niet meer uit wat wel of niet klopt, want het heeft al het publieke debat bereikt. Het beïnvloedt al het verloop van een oorlog. Het stuurt alweer allerlei inlichtingendiensten andere kanten op. Dus de schade is al niet te overzien. Het vergroot ook het vergroot ook het wantrouwen onder het publiek. Ik heb de hele tijd gesprekken met vrienden over wat is nou nog echt? Wat kan ik nog vertrouwen? Ja. En juist de journalisten. In Amerika, dat zou ik zeggen, dit is natuurlijk dat juist de Amerikaanse diensten lekken. Het zijn echt. En ook de berichten dat ze dan weer andere veiligheidsdiensten in de gaten houden. Zelfs bevriende veiligheidsdiensten. Dat vergroot een soort van algehele paranoia, denk ik, waar niemand wat aan heeft. Ja. Is dit in Turkije ook iets waar men zich dan heel erg mee bezighoudt? Of denk je, het zal wel opbreken? De veiligheidsdiensten zijn heel bedreven en actief. Ze zijn natuurlijk lid van de NAVO ook. Ja. Ze hebben een rol in de Oekraïne-oorlog. Dus het wordt zeker heel goed gevolgd. En, wordt daar ook wel eens gelekt, documenten? Dat gebeurt. Ja? Er is een, niet op dit niveau van de Oekraïne-oorlog, maar er is een bekende maffiaman, Sedat Peker, die zit in Dubai. Die heeft de afgelopen maanden diverse keren video's uitgezonden, waarin hij allerlei geheimen uit de regeringskringen onthult. Oh, serieus? Waarbij de grote vraag is, wat is hiervan waar en wat is er niet waar? En niemand weet dat. Maar hij heeft wel heel interessante dingen. En dat maakt ook wel lekker natuurlijk om dat op video te zetten. En dan is de vraag natuurlijk, wordt geverifieerd, wat blijft er nog van over? En krijgt dat net zoveel aandacht? Ik vraag me het overigens wel af. Het is onze taak als journalisten niet om te zorgen dat defensiegeheimen geheim blijven. Dat is niet onze taak. Nee, maar dat suggereert ook niemand. Tegendeel, die kunnen. Kijk, je hebt de beroemde Pentagon Papers. Dus er kan ook. Dat is uit de Vietnamoorlog. Ja. Er zijn meer Watergate. Natuurlijk moeten wij dat brengen. Alleen moeten we heel goed weten wat we brengen. Ik heb zelfs gezien dat de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Die heeft ook speciale afdelingen om te waarschuwen voor al deze desinformatie. We hebben in Nederland Madeleine de Kok Bunning. Die zegt. We moeten veel meer ook inzicht in die algoritme krijgen. Je hebt D66, Kees Verhoeven, die een aanvalsplan tegen al deze desinformatie wil gaan opzetten. Maar hoe ga je zelf te werk dan? Nou, ik zelf zou echt, als ik zoiets in handen krijg, absoluut samenwerking met collega's gaan zoeken. En zeker niet zomaar even wat opschrijven. Nee, maar dat is hier ook neerleggen. Niet gebeurd, toch? New York Times zeker is niet ik zie wat ik zou doen. Ik zou samenwerking zoeken. Ik zou deskundigen erbij halen. Ik zou, dat is ook altijd al mijn werkwijze, echt meerdere bronnen op zoiets afsturen en kijken van, verifiëren. En elk feitje hiervan checken. Ja. Want het is buitengewoon riskant. En de tijd nemen. De verleiding is heel erg om dat je denkt, oh, ik heb goud in handen. Dit moet zo snel mogelijk naar buiten. Want anders zijn andere media ons voor. Maar juist hier is echt, moet je de tijd voor nemen. Zodat je het inderdaad helemaal kan uitzoeken. Ja. En pas als je zeker weet van, dit het klopt en dit niet. En allerlei disclaimers erbij kan zetten. En allerlei achtergrondstukken erbij kan doen om de werkwijze toe te lichten. Dan pas naar buiten brengen. En niet denken van, ik heb een scoop en even je hoofd gebruiken. Zo'n gevoeligheid niet, hop. Dat zo gauw één medium het gebracht heeft, dan voelt iedereen zich gedwongen het ook te brengen. Ja. Zonder de noodzaak dat zelf te checken. Want het is het nieuws. Van elkaar over, en je kunt achterblijven en je moet het erover hebben. Ja. Dat is een beetje de mediadynamiek. Dat effect wel van de... Overigens begonnen wij met Discord en 4chan. Iemand op die reageert. Er zitten ook wel gewone mensen op Discord. Oh, absoluut. Even voor de volledigheid. Allemaal op Discord. Zeker. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.